Een aantal schoolkinderen heeft vanmiddag een petitie ingediend bij de Nationale Assemblée. Deze petitie behoort tot een van de activiteiten van Stichting Projecten en Stichting Milieuwatch Suriname in verband met Wereld Aardedag. Het is de bedoeling dat de leerlingen op hun respectieve schoolterreinen bomen planten en lessen krijgen aan de hand van een lesbrief. Deze lesbrief is samengesteld door Stichting Projecten en handelt over planten, zwerfafval en het hergebruik van bepaalde wegwerpartikelen. De petitie werd voorgelezen door de leerlingen en daarna overhandigd aan de voorzitter van het parlement, Jenny Simons. Petitie ter aanbieding aan de Nationale Assemblée over zwerfafval en afvalscheiding. Wij jongeren van Suriname willen graag opgroeien in een schoolmilieu. Beseffen dat wij nu moeten beginnen te werken aan onze toekomst, waarvan een gezond milieu een belangrijk deel is. En eisen daarom van alle volwassenen die verantwoordelijk zijn voor onze rechten, dat zij ons beschermen en verzorgen en dat zij meewerken aan een duurzaam milieu. Het is heel erg goed als kleine kinderen en jonge mensen, die dus al ietsje groter zijn, maar nog heel erg jong, beseffen wat er in het land moet veranderen, om zodoende ons ook te helpen, te ondersteunen en onder druk te zetten om het ook werkelijk te doen. Dus vandaar dat ik dit een geweldig initiatief vind, omdat je op de scholen moet beginnen. Een ander ding wat mij verwonderde eigenlijk is dat het natuuronderwijs op onze scholen dan blijkbaar nog niet zo concreet het milieuonderwijs geeft. En dat zullen we dan ook doorgeven aan het ministerie van Onderwijs, zodat het iets is wat alle kinderen krijgen op school, wat ook straks bij de toets en bij het eindexamen van de MULO en LBQ en zo, LBO nu, wordt gedaan, zodat iedereen dat ook van jongs af aan leert. Humphrey Schuurman, voorzitter van de stichting Milieuwatch, benadrukt dat de stichtingen slechts de vertolkers zijn van deze kinderen. Hij vertelt verder dat er nog andere activiteiten georganiseerd worden. In verband met de Wereld Aardedag zullen de stichtingen in de maand mei de Wereld Aardedag vieren. En in beginsel is het al gestart op meer dan 20 scholen, 30 scholen zelfs, is een actie begonnen waarbij met medewerking van het ministerie van Onderwijs, EWGS-scholen en de RKABU-scholen, dat er planten naar de scholen toe gaan en op dit moment vele tientallen planten worden geplant. Humphrey Schuurman, voorzitter van de Stichting Milieuwatch Suriname. Deze organisatie diende vanmiddag samen met Stichting Projecten een petitie in bij de Nationale Assemblée.